Henk, twee verliezen van de koploper AZ, dat kan. Wat vond je van de wijze waarop? Uh, ja, ik denk hetzelfde wat, wat jij denk ik uh, heb. Uh, van tevoren weer, besef je dat je er een voetbalgevecht van moet maken. En uh, ja, dat is maar incidenteel gebeurd. En, en, en op die momenten voelden we ook wel meteen het publiek erachter gaan staan. Ja, helaas is het ons niet gelukt om dat uh, ja, zeker over een langere periode te doen. Um, dus dat is een deel van het verhaal, ja, absoluut. Wanneer voelde je het wel? Um, bij vlagen. De momenten dat we soms wat opportunistischer gingen spelen, hè, zeker in de eindfase. Um, in een fase waarin we ook best wel mogelijkheden kregen, zoals kansen. Hè, de bal die voorlangs gaat met Deschamps, de, Het schot met het linkerbeen van Moussa. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Of, hè, uh, of ja, de kwaliteit, zoals hè, die jongen die voor AZ scoort, de eerste. Je kan niet zeggen dat zij overdreven veel kansen hadden tot dat moment. Uh, maar dat is kwaliteit om uh, uit het niets een, een hele goede goal te maken. En dan merk je dat, het, uh, dat zij makkelijker gaan voetballen. Uh, wij kunnen niet in het duel komen. En zelfs al kwamen we in het duel, wonnen we alles niet. ...altijd heel goed dat duel. Dus, uh, dus een deel van het plan was absoluut een voetbalgevecht. En, en dat is ons niet gelukt. We wilden het publiek erachter krijgen. En ja, dat is ons niet gelukt. Ja. Um, ik vraag me af. Uh, je weet dat je in een 4-3-3 systeem probeert... de buitenspelers ook lekker hun acties te laten maken. Dost eventueel in stelling te brengen. Uh, waarom lukt dat vandaag ook zo moeizaam? Um, ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met de kwaliteit van de tegenstander. Het is gewoon echt een hele goede ploeg. Beheerst alle facetten. En, um, en vandaar dat we er een gevecht van wilden maken. Omdat dan... Uh, ja, de meeste goede ploeg en goede voetballers die komen niet heel graag in het duel. Maar ik zeg al, dat deel van het plan is zeker niet gelukt. En dan, uh, en dan zie je dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen. Ja. Zou we in die zin misschien niet ook een beetje uh, te negatief en moeten We moeten het inderdaad goed in perspectief plaatsen? Het is Utrecht op dit moment uh, subtopper tegen uh, AZ de koploper? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, een aantal dingen zijn uitgesproken hè, door verschillende mensen, ook door mij. En volgens mij heb ik altijd aan het begin gezegd: dat zijn de ploegen waar wij naartoe willen. Dus dat betekent. Dat het een proces is om daar te komen. Maar ik moet ook kritisch zijn, ook naar mezelf, en ook, ook naar mijn spelers, maar ook naar mezelf vooral, is dat we uh, zeker nog niet zo ver zijn als dat we hadden moeten zijn en, en, en kunnen zijn en, en willen zijn, zijn er een aantal verzachte omstandigheden, die zijn er altijd. Maar uh, alles bij elkaar opgeteld, ja, vind ik, ook als je dat relateert naar vandaag, hebben we niet kunnen doen wat we graag wilden. Het is een voetbalgevecht voor ons publiek, een voetbalgevecht. waarin we op zijn minst wel wat jij terecht zegt, het gevoel. Konden geven aan de sport, ze er echt alles aan gedaan hebben. Dat hebben we gedaan, alleen het oog hè, wilt ook wat en dat is gewoon niet gelukt. Ja, wat, wat ook opviel uh, dat het publiek een beetje uh, cynisch werd uh, naarmate de tweede helft voordat de Kun je dat begrijpen? Uh, Eerste helft al, maar dat kon ik wel begrijpen, omdat wij uit de organisatie gingen lopen en misverstanden kwamen, de ballen uitschoten. Ja, dat is niet meer dan logisch. Op het einde kan ik het me voorstellen, omdat we uh, dan zie je dat de tijd kort is om nog een, een goed resultaat te halen. Dus voor beide begrijp ik dat eerlijk gezegd wel. En uh, ja, uh, net zo graag als dat ik hier naartoe wilde, om, om um, een bepaalde geldingsdrang heb om te presteren, Dan snap ik ook de andere kant: dat als je dat niet doet, dat, uh, dat, dat mensen die met hun hart voor deze club gaan. Ja, dat ze dat hebben. Dus ja, ik, ik vind het niet meer dan een logisch gevolg. Ja. Hoe kunnen jullie er als, als selectie en ook als staf zijn ervoor zorgen dat er een bepaald basisniveau in gaat komen? In zoverre waar je altijd op terug kan vallen en dat die pieken en dalen niet te groot zijn. Wat nu nog best wel vaak het geval is. Ja, klopt. Ja, dat heeft, wel, dat heeft wel te maken met. Uh, ja, toch wel hier en daar mensen die terugkomen van een, van een behoorlijke blessure, dan wel een achterstand uh, fysiologisch gezien, conditioneel gezien. Uh, en daar zijn we nog steeds mee aan het stoeien. Hè. De vorige wedstrijd hebben we niet voor niets uh, noodgedwongen vier keer moeten wisselen. Daar kwam zelfs Jens bij als vijfde. Dus er zijn wel een aantal, wat ik al zeg, verzachtende omstandigheden. Maar goed, uh, dat neemt niet weg. We hebben best wel een, een grote selectie. Hè. En uh, ja, ook, ook daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik moet ja, versneld zorgen dat ze fit zijn. En, uh, en, en dat is we ook nog niet gelukt. Dus ja, nogmaals, ik denk dat ik wel uh, moet accepteren dat, uh, dat uh, ja, de tendens nu is van... Uh, ja, we halen het niet het maximale eruit.